Hier een candlelight dinner met Caro. We hebben salade. Baby olie. Moet je elkaar te voeren bij een candlelight. Dan moet je drie onder langs. Caro heeft groentekroketjes. We hebben saus. Achter precies te zijn. Daar zit een frietje in. En we hebben mayonaise gekregen. Oh, dat staat er vast een beetje. En ik heb lasagne. En hij is wel lekker op zich, maar hij is wel heel erg cheesy, zeg maar. En het is meer soep dan lasagne. Maar dat was oké, maar we hadden mij wat harder genoeg, laat ik het zo zeggen. Het is een beetje, ik ben meer van de harde lasagne. Caro heeft een vriendje gemaakt. You don't want to know what she's saying. It's not that bad. Nothing bad. Not so bad. Saying stupid things. She always tells that. I always talk to the camera. Well, introduce yourself. You've got some nice Dutch friends in Holland. His boyfriend? Or are you married? Yeah. No? Yeah. No? Yes? Yeah. You're married? Yes or no? Yes. Yeah. Oh, no, then forget it. How old are you then? I'm just 19. 19? She's 19 as well. And you're already married? Oh, you're married or 19? Weet niet of jullie mij kunnen verstaan, maar we zijn nu in een vlog. Niet iedereen is het, maar we zijn hier mooi met elkaar. En het is heel erg fout. En het allerfoutste hiervan is nog dat ze het een Irish pub noemen. En dit is alles behalve een Irish pub. Ik zou even proberen. Dit zijn Danse mensen. Dingen doen, dat is gewoon leuk. Het is wel leuk om naar mijn oma een zoomkaart te sturen. Ja, ze komen veel sneller aan dan ik had verwacht. Ah, dat is mooi. Haha, ik had het vanochtend met Caro nog over dat ik een bos wou en een hangmat en een boekje om mee te schrijven. We zijn nu bovenaan, bijna bij Nagelkop. En dit is mijn bos. Ah. Mooi, allemaal boven. Ja, het is weer een heel ander uit. Dit is ons hotel in Nagelkot. Precies. Zitten boven de wolken. Ja, ook onder trouwens, maar ook boven. Er ook in gezeten. Zeker ook erin gezeten. Ik denk dat we straks bij hem lopen. Ja, en Hessel heeft al een goed punt. Ik denk dat we er straks doorheen lopen. Want we gaan vandaag een stukje wandelen. Kleine wandeling maken. Zo. En het hotel nog hoger trouwens. We zijn nog lang niet op het hoogste punt. Onze kamer was in die hoogte. Nee joh. Wekker gezet. En, het was te onhelder om het leuk te vinden. Ik ben vandaag Haantje de Voorst. Want zoals je ziet loopt er niemand voor mij behalve lokale bevolking met zakken. Ik moet wel blijven opletten waar ik loop. Dus de rest komt allemaal leuk langs mij. Ik ga nu wachten tot iedereen voorbij is. Het gaat even om het idee. En hier lopen we nu. Wacht, dan moet ik wel even nadenken. Ik vond dat voorop lopen eigenlijk wel heel fijn. Doek, 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 doek. Doek, doek, doek. Wij lopen een beetje voor. Want we moeten nog zo
hier overheen. En dan pas aan ze bij mijn voeten. Nou, het komen nu al in de buurt. We zijn een baktapoer. Dit is een tempel. En dit is een hele hoge tempel. Deze heb ik van Maskie gekregen omdat hij mijn haar elastiek had kwijtgemaakt. Dus smiert dat het is. Maskie had je. Ja. We did lots and lots in this good time. We did lots like this. You know, drivers never stop. Oh, die achter zijn die grenzen langzaam. Ah, dit is fantastisch vol. Hè? Oh, die zijn er zo. Ik weet niet wat er nou gebeurt. Er is heel veel paniek ineens. Ja. Iedereen hier begint te schreeuwen en daar beginnen mensen zeilen neer te leggen. Heel snel en paniekerig. En hè? Huh? Ineens. It's my time. Ja? Dat is het zo. En dat is de leerling. Dat is de leerling. Wat is het? Hoe lang is het? 105. Waarom zijn ze rennen? Because in the evening, they don't get a place. Yeah? Best place. But why don't they do it? Why don't they do it 5 minutes earlier? Sometimes from this coming, from the airport, they come and they pick up things and. Nou, dan sneden ze dus heel snel om uit te komen. Ze willen allemaal het beste plekje. Actually, they don't do that in the daytime, because in daytime it's cold. No, because everyone goes to the world. And actually, this octopus name is Hatgam. It means rice fish, rice village. This name it was, because Oh. Weet niet precies wat er aan de hand is, maar een soldaat aan het trainen. Dat is wel eigenlijk goed wel dag, weet ik veel hoeveel. We gaan vandaag raften. En daarna doen we het Zitouan. Dat doen, maar dat is pas morgen. Dus daar hoef ik eigenlijk nog niks over te vertellen. Nou, we hebben vandaag geraft. Ga je ook. Dus ik ben nat. Hey, you. Yeah. How are you doing? I'm okay. Nou, hier is de rivier waar we aangekomen zijn. We zien het uit de andere boot. En daar komen meer mensen aan van andere boten en daar is het water weer. Dat is een beetje filmen. En ja, ondanks dat ik dan geen bewijs heb dat we inderdaad echt geraft hebben, geloof me.
de natheid die je misschien ook niet heel goed kan zien, bewijst ook al heel wat.